we gaan nu de tweede week in. Dus het is al nu al bijna 2 weken aan de gang. En er wordt nu gezegd, we zijn bezig met de laatste restjes uit het water halen. Voor nu klopt dat. Er zijn meer dan, nou ja, in ieder geval iets van bijna 600 zwanen zijn in ieder geval gevangen. Nog wel een beetje meer. Ik heb het exacte aantal niet helemaal. Maar in ieder geval meer dan 600 zwanen zijn gevangen. En andere watervogels, roepganzen, meerkoeten, meeuwen, noem maar op. Kuten, gisteren zelfs twee. De echte olie zit onder het wateroppervlak. Dus die olie die ligt er nog? Die olie ligt onder het water. Dus het oppervlak, ze hebben wel overal keurig netjes boeien getrokken. Van die lange kettingen met hier tegenhouden. Maar het punt is dat de olie ligt nog steeds in het water. En die ligt onder het water. En dat gaat maanden, zo niet misschien nog wel een jaar duren, voordat die olie, want die olie komt continu als daar een schip door gaat, of langs water van het schip, komt die olie op gang. Nou, wat je gaat doen is, ik ga ze vangen. Ja. En op het moment dat ik ze gevangen heb, is het de bedoeling dat ze worden gestabiliseerd hier aan boord. Dat ze goed worden vastgehouden. Ja. Nou, we hebben de eerste zwaan gevangen. Dries, en wat ben jij een held, zeg? Oh, dat kan zeker weten. En een doorzettingsvermogen. Maar natuurlijk is niet makkelijk. Hè? En als je bedenkt hoeveel zwanen er dan op deze manier gevangen zijn. En nu ik hier samen met jullie samen ben, heb ik nog meer respect. Ga hier naast mij zitten, heb je het koppeltje bij elkaar. Via armen om de vleugels. Die kop doet hij zelf. Het gaat om de vleugels, die kop houdt hij zelf. Hou die vleugels vast. Als je maar goed valt. Ja. Houd je goed vast. Ja, koppeltjes. Ja. Verder jongens. Zet maar gewoon op de grond. Gestoot? Ja, gestoot. Ja, dat is net in de grond. Ja. De grond houdt hij zelf. Ik heb hier één stok. En ik ken het niet.